Ik heb me dit jaar voorgenomen. De supporters gaan minder huilen en de spelers gaan meer kleunen. Welkom bij aflevering 2 van Hansje. Ja, we zitten nog steeds in de voorbereiding. Vandaar deze locatie. De nieuwe meld kreeg veel te weinig aandacht. Op de 7e dag schiep de Heer het licht. Toen hadden wij de leidingen er al liggen. We stonden gekleurd op hierachter. Zaterdag ben ik nog even bij de spelerspresentatie geweest. Dat zag er goed uit. Leuk voor de kinderen. Er was van alles te doen. Heb ik ook nog even met wat spelers gesproken. Over die aankomende wedstrijd van vrijdag tegen Cambuur. Die Ole, heb ik nog altijd gedacht dat die jongen uit Groesbeek kwam. Dat schijnt niet wel te zien. Want ik heb hem nog gesproken. Ja, dat weet ik, man. Hey, Ummanie, kom je uit Groesbeek? Nee, ik kom uit Lent. Kom je uit Lent? Nee, nee, ik denk altijd aan je Ummanie heet hij dan. Goed, maar je heet geen Ummanie? Nee, ik heet Romani. Oh, Romani, ja, dat is bijna hetzelfde. Ja. Ik wens je veel succes. Ja, dankjewel, dankjewel. Maak het wel, hè? Ja, komt goed. Klasse. Ja, Tom Overtoom, ook nog wat dingen uitgelegd. Jij hebt het nou wel begrepen. Ja. Hey, zit ik hier naast Overtoom? Dat is snel, hij is er allemaal. Die kerel is vleug. Hey, ik ga het wel maken dat seizoen, hè? Ja, ja, dat is wel de bedoeling. De trainer kun je natuurlijk wel goed. Ja, dat heb ik al 2 jaar met gewerkt. Dat is een hele fijne vent, een goede trainer. Dus Jack heeft jou mee naar NEC genomen? Ja, er was al contact met NEC, maar dat ik de trainer ken, dat geeft dat wel een extra stap. Vergeet nooit NEC, hè? Niet dat je ongeluk nek zijn. Nee, dat zou ik niet durven. En geen geel zwarte schoenen aan. Nee, dat heb ik allemaal gehoord. Ik ben helemaal geïnstalleerd. Je bent goed bezig. Ik wens je succes. Dank je wel. Ja, tegenstander Cambuur, wat moet ik ervan zeggen? Wat weten wij van die lui uit Lauwerd? Ze doen een fieldjappen, scootjes schillen, een balkje nuken. Wat ook mag zien. Die lui van Cambuur hebben 12 man in de technische staf. En nog 3 man in de directie. Het moet niet gekker worden. Zoveel stoelen hebben we nog eens niet in de dugout. Ik vind, van Friese mag je niet verliezen. Die kunnen alleen maar kaatsen. En wie kaats, kan de bal verwachten. Dat gaan wij verzorgen. Ik denk een nulletje of 3 voor onze club. Ik heb onze trainer een tip gegeven. Dat als Dijkstra in de basis begint, dat hij niet moet zeggen, alle ballen op Dijkstra. Want dan hebben we een probleem. Want dan hebben we alle 11 Dijkstra op de shirt staan. Die keukenblokcompetitie. Ik denk dat het een competitie wordt die leuker en spannender is als de Eredivisie. Let maar op. En anders kunnen we nog altijd kijken naar help me man is klusser. Dat gaat toch ook vaak over keukens. Ik tikte bij zo'n meid hierachter op hun raam. Ik zei, wat kost hij? €50, zei ze. Ik zei, dat is niet duur voor zo'n thermopeen, Ruud. Hoeveel van die meiden zullen er een seizoenkaart hebben? In ieder geval geen staanplaatsen. Volgens mij leggen ze meer. Ja. Ik wou Piet Paulusma ook nog even de groeten doen. Het gaat wel iets beter met hem. Uit man, hou je en we pakken de 3 punten. Ik ga nog ergens even naar binnen, hè.